Mijn moeder was al 93 toen ze me begon te vertellen over het leven van haar moeder in 1418 en over dat van haarzelf in 4045. De oorlog was eigenlijk een groot avontuur voor mij, stelde ze. En misschien was dat voor uw grootmoeder net hetzelfde. We waren jong, we waren durfouw. En ik herinner me nog veel van wat zij vertelde en van wat ik zelf meemaakte. Maar spijtig genoeg, niet alles. Ik als auteur, ik goot hun leven in dat van één personage, genaamd Anna Verduin. En ik las haar het boek voor, terwijl ik zelf ademdicht naast haar zat. Ze volgde elke zin met haar vinger en ze stelde meermaals dat er niet één Anna Verduin was, maar dat er zoveel waren. Vergeten verzetstrijders, niet gefusilleerd, niet geëerd. Was het op het gemeentehuis van Kontig of dat van Edegem dat jij die collaborateur liet buitensmijten, vroeg ik haar na een paar weken? Dat van Kontig. En hoe heette die vrouw? Ze keek me aan. Ze keek weer weg. Hield mijn hand vast en neep erin. Dat wist ze niet juist meer. Of waar de dunne lijn tussen realiteit en fictie begon.